jaar. En in die 47 jaar, zeggen beide heren, is Suriname gedevalueerd. Het geluk en de gezondheid en rijkdom is van 1,80 gedevalueerd naar 31,90 SRD cent. En dat heeft allemaal te maken met bestuurlijke onvolwassenheid. Daarover praat ik zo met de heer Ramcharan en de heer Vishnu. Inmiddels 9:06, lieve mensen. In Suriname is het 9:02, als het goed is. En we gaan hier de uitzending voortzetten met het volgende gesprek. En voor vandaag natuurlijk uniek. Vanwege het feit dat morgen 25 november 2022, de dag waarop Lees Suriname 47 jaar geleden zich onafhankelijk heeft gemaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. En die architecten van toen, in het bijzonder meneer Henk Aron en de heer Eddy Bruma, met de meeloper meneer Sumita, gedacht hadden een Subai te creëren in Suriname, de hemel op aarde, met de 3 miljard guldens die ze aan bruidscadeau hadden gekregen, bruidsgeschenk van de Nederlandse staat. En 47 jaar later, lieve mensen, moeten we vaststellen dat er heel veel onrust is en armoede. En mensen hun gezondheid, dat is aan diggelen. Ik heb vanavond twee heren, de heer Dr. Ashwin Ramcharan en de heer Dr. Robert Vishnudat, met wie ik ga stilstaan bij het feit dat Suriname morgen 47 jaar onafhankelijk wordt. Heren, goedenavond, welkom in de uitzending. Meneer Karteram, goedenavond. Goedenavond, Fred. Welkom. Luisteraars, een goedenavond, goedemiddag, waar jullie ook zijn. Nog een paar minuten te gaan, dan is het land 47 jaar onafhankelijk. Hartelijk gefeliciteerd, of moeten we huilen? Ja, nou, daar gaan we het over hebben, Ashwin en Robert. Ik ga jullie tutoyeren, dat praat makkelijker. Inderdaad, 47 jaar, morgen precies. Kan jij je herinneren, Ashwin, waar je was en hoe je naar dat moment keek toen? Ja, dus Fred, om het even wat ludiek te introduceren. Ja. Ik was toen, ik ben van 1971, dus in 1975 was ik nog in mijn pampers. Want ik denk dat als ik toen de kans had gehad om een paar dagen voor de onafhankelijkheid op de radio met jou te delibereren, dan was de onafhankelijkheid, ook al had ik een pamper aan, was het nooit gebeurd. Ja, oké. Okay. Nee, dus ik snap het. Het is je overkomen allemaal. Hè? Het is me helaas overkomen en in 1985 ben ik toen naar Nederland gekomen, net als vele anderen. Ja. Die helaas het land moesten verlaten om hun toekomst niet compleet te verkwanselen. En ik behoor tot die generatie, de generatie X, na de babyboomers.
Dat is in het kort hoe ik de onafhankelijkheid heb ervaren. De onafhankelijkheid was voor mij diepe ellende, omdat ik mijn land moest verlaten, omdat ik anders niet kon studeren. Er waren vanaf 1982, om maar even de jeugd ook te herinneren aan wat voor ellende de coup van 1980 allemaal met zich meebracht. Er waren geen pennen, er waren geen potloden, er waren geen schriften. De juf, er waren geen boeken. De juf of de meester die moest de lesstof op het bord schrijven om les te kunnen geven. Dus ja, in zo'n uitzichtloze situatie van 1985 hebben mijn ouders toen gezegd, nou, er is geen toekomst voor die kinderen in het land en ze moeten maar naar Nederland. En wij behoorden tot de groep die het zich kon permitteren, gelukkig. Maar zo zijn er vele vrienden en vriendinnen van mij die mogelijkheid niet hadden. Die zijn toen in Suriname achtergebleven en ja, helaas zonder perspectief. Robert, kun jij dat moment herinneren, tenminste? Als jij niet in je pamperhoek toen rondliep? Nee, gelukkig was ik iets verder gevorderd. Ik had een korte broek aan en een truitje en een slipper van Bata. Want toen was Bata nog in Suriname. Ja. En ik stond in New Nikeri ter hoogte van het commissariaat bij het Volksplein. Ja. Waar ook de oude vlag... Ja. Met een aantal sterretjes. Volgens mij was dat een witte vlag met een aantal sterretjes. Klopt. Die werd toen gestreken en de Surinaamse vlag werd gehezen. En ik kan me nog herinneren dat een aantal mensen het volkslied niet uit het hoofd kenden. Dus er werd een beetje meegemompeld en zo. En ik stond er maar bij en ik luisterde er naar, om het zo uit te drukken. Ja. Want ja, goed, ik wist op dat moment niets van het nieuwe volkslied. En er was vuurwerk, dus het klonk goed in de oren en qua zicht. Maar de blijdschap die op dat moment eigenlijk geëtaleerd werd door het volk... mensen waren zich op dat moment nog niet volledig bewust van wat de toekomst ons zou brengen. Ja. En ja, goed, morgen is het 47 jaar... dat Suriname zelfstandigheid heeft gekregen. Ik weet niet als ik het woord zelfstandigheid volledig kan ondersteunen. Want voor mij is het maar een stukje vooruitgeschoven puberteit wat aan de pas is gekomen. Als we 1975 vergelijken met 2022 en we zouden dat op een economische ladder moeten weergeven, dan denk ik dat we sterk achteruit gehold zijn in plaats dat 47 jaar puberteit qua ontwikkeling ons volledige zelfstandigheid en volwassenheid heeft gebracht. Het is dus bergafwaarts gegaan met Suriname in plaats van dat we met onze zelfstandigheid het land naar een grotere hoogte hebben gebracht. Ja. Jammer genoeg is dat hetgeen wat ik op dit moment moet constateren. Ja. Als je zei in 1985, ben je naar Nederland gekomen en vanwege het feit dat op dat moment feitelijk ook de situatie was van aan alles tekort. Er was niets om te kunnen overleven, maar ook om jezelf te kunnen ontwikkelen. In de identieke situatie als ze nu op dit moment anno 2022 beleven in Suriname. Ja, dus dit is het trieste waarom ik ook... Dit is ook de reden waarom ik net bij de inleiding zei... moeten we elkaar feliciteren, een brassa geven, een brassa vieren. Ja. Of moeten we huilen? En ik ben eerder geneigd anno 22, één dag voor onafhankelijkheidsviering, te zeggen dat we heel hard moeten huilen. Maar dit keer moeten huilen met niet met krokodillentranen, maar dan met echte tranen. Want in die afgelopen 47 jaar, zoals Robert dat net zei, als je het op een economische tijdlijn zou zetten of in een grafiek zou moeten uitbeelden, dan is het heel simpel. Dan begonnen we in 1975. Met een koers van 1,80 voor de US dollar. Toen was het nog de gulden, nu is het de SED. En vandaag aan de dag, als meneer Telting
de 3-0 niet had geschrapt, dan zou de koers 31.000 zijn. Hè? Ja. Dus je moet je voorstellen, van 1,80 in 47 jaar een hyperinflatie van tot 31.000. Dus dat loopt in de tientallen duizenden procenten aan hyperinflatie. Mm-hmm. En de eerste hyperinflatiegolf, die begon eigenlijk na 1982, toen Nederland zei, nou, als jullie mensen dood gaan schieten in Suriname, toen was het militair bewind natuurlijk aan het regeren, als dat gaat gebeuren, draaien we die geldkraan dicht. De ontwikkelingshulp, die 3,9 miljard, dacht ik dat het was, die werd toen dichtgedraaid. Mm-hmm. Nou, ik ben de generatie geweest die op school, in de winkels, rijen zag. Op school, wat ik net zei, er waren geen schriften om te schrijven. Je moest spijsolie moest je in de rij staan bij SIS. Voor aardappelen die uit Nederland geïmporteerd werden, die verrot waren, voor de helft, moest je in de rij staan. Voor brood moest je in de rij staan. Voor melk moest je in de rij staan. Dus je moet je voorstellen, in die situatie hebben wij het land toen als een generatie die na 1975 de belofte had gekregen, althans de ouders en wij als kinderen van onze ouders, dat Suriname het geweldig zou doen na de onafhankelijkheid, heb ik te ervaren. En Fred, economisch gezien, als je terugkijkt vanaf 1975 tot en met nu, dan kun je in ieder geval stellen dat de politieke leiders die toen Nederland compleet gemanipuleerd hadden, hè, in de onderhandelingsrondes op weg naar die fatale datum van 25 november 1975. Als je daar een goed beeld van wil hebben, dan raad ik iedereen aan om het boek van Jan Pronk te lezen, van Wingewest op Nazistaat. Het is een fantastisch boekwerk waarin op de minuut nauwkeurig gedocumenteerd is op basis van oude archieven, notules en zo die verschillende mensen hebben bijgehouden, die Jan Pronk in het boek heeft verwerkt, dan kom je daarachter dat we als land, als volk, als Surinamers, compleet gemanipuleerd zijn in een helaas, zoals nu blijkt, een waardeloze situatie van onafhankelijkheid. Het is ons eigenlijk op een hele valse manier opgedrongen. En daar voelt iedereen nu de pijn van, maar bepaalde bevolkingsgroepen voelen het helaas nog meer dan anderen. Neem nu bijvoorbeeld, als je kijkt naar de economische progressie van de Hindustaan en de economische progressie van de Creoolse, Bosland-Creoolse, Stads-Creoolse broeder of zuster, dan kun je zien dat er een enorme inkomensgat is ontstaan sinds 1975. Alle etnische groepen waren aan hun lot overgelaten door die laffe leiders die ons hebben gemanipuleerd in de situatie. Maar in die laksheid die ze hebben die idioterie waarin ze ons hebben gedompeld na 1975, zie je dus een groot gat tussen twee bevolkingsgroepen. Laten we het gewoon noemen zoals het is. De Hindustanen zijn gigantisch hard vooruit gegaan. Die Creoolse broeders en zusters, die zullen die vooruitgang niet zo snel, die voorsprong niet zo snel inhalen meer. Er is een heel groot deel naar Nederland gevlucht van de Hindustanen. Ook de Creoolse broers en zusters zijn gevlucht naar Nederland. In 1985 is er weer een golf geweest van vluchten die naar Nederland kwamen. Ook militairen die gewoon het land verlieten met valse documenten en dergelijke en hier asiel aanvroegen. Het was gewoon een drama. Nou, wat je dus in ieder geval kunt concluderen is dat de Afro-Surinaamse leiders hun mensen gewoon fors in de steek hebben gelaten. Ze hebben absoluut niet nagedacht over hoe de wereld georganiseerd was. Als je bijvoorbeeld een hypotheek moest krijgen, moest je twee inkomens hebben. Nou, weinig Afro-Surinaamse mensen hebben twee inkomens. Het zijn vaak moeders met heel veel kinderen die een huishouding moesten draaien. Tijdens, voor de onafhankelijkheid, na de onafhankelijkheid en zelfs nu. Nou, daar heeft de politiek, vooral de Afro-Surinaamse leiders, hebben daar geen bal aan gedaan. Als je kijkt naar de Hindustaanse leiders, dan kun je wel zeggen van, ja, ze hebben veel gedaan voor de Hindustanen, maar dat klopt ook van geen kant.
Want als je kijkt naar een leider als Lachman, die iedereen die men vereert en standbeelden en zo opzet voor al die leiders die de boel hebben zitten verkwanselen de afgelopen 47 jaar, dan kun je ook stellen dat ze bar weinig hebben gedaan voor ons. Want in Nikeri zijn alle wegen aangelegd door de NDP. En dat is niet aangelegd door een VHP of iets dergelijks. Dus zij hebben ook gewoon weinig gedaan voor de Hindustanen, de Hindustanse leiders. Ja. Nou, wat is er wel gebeurd? De Hindustanse mensen hebben zich door ijver en spaarzaamheid hebben ze zich weten te ontwikkelen. Ze hebben zich ontpopt tot zakenlui. En natuurlijk hebben ze zich ook verrijkt met de drugsdollars die heel Zuid-Amerika en heel de wereld overspoelden met mogelijkheden en onmogelijkheden en dwarsheden. Maar je ziet gewoon, dus we kunnen concluderen, de leiders van 1975 hebben niet alleen de Nederlanders gemanipuleerd, maar ze hebben hun eigen volk gemanipuleerd met als resultaat, als eindconclusie, de koers is van 180 naar 31.000 gegaan. En we zijn nog stijgende, want de koers gaat naar 35 voor oud opnieuw. Dat voorspel ik vandaag. 35 SAD voor 1 US dollar. Hè? Laten we dat even scherp zetten. Ja. Robert, dat verhaal van Ashwin, hè, dat de NPK-broeders, lees Aaron en Bruma en Sumita, die waren de leiders van dat moment. Die zouden dus de Nederlandse regering gemanipuleerd hebben, zegt Ashwin. En dat op grond van het boek van meneer Pronk. Wat bedoelt er Ashwin met gemanipuleerd? Nou, ik denk zelf, ja, hij stelde vrij scherp. Ja. Voor sommige luisteraars zou dat als muziek in de oren klinken. Ja. Ik ga toch even een stapje terug. Ja. Net voor de onafhankelijkheid was het vrij onstuimig in Suriname. Ja. Politieke partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Politieke partijen uit die periode waren geschoeid op een etnische bundeling samenstelling en niet zozeer op natievorming, om het zo uit te drukken. Ja. De NPS bestond uit de Kriolen, de VHP uit de Hindustanen en KTPI van Sumita, de Javanen. Dat waren op zich de grootste partijen in de tijd. Ja. Je hebt wel combinatievormingen gehad, om het zo uit te drukken. Maar ik denk dat de Surinaamse leiders op dat moment ook het volk een rat voor de ogen hebben gedraaid. Want het volk was op dat moment ook niet zo ontwikkeld. Mm-hmm. Ja. Robert, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, ja, ga verder. Ik hoor een echo. Ik hoor geen echo. Maar dat zal niet hier liggen. Ja. Ik weet niet. Ja, is het zo goed? Nu hoor ik. Oké. Ga verder. Ik denk dat de strijd op politiek bestuurlijk gebied op dat moment preferent was voor de politieke leiders en dat men wou schoren. Er zijn een aantal standbeelden in Suriname in de hoofdstad van een aantal politieke leiders. Sommige mensen kijken daar met respect naar, maar ik denk dat het grootste deel van het volk die standbeelden in ziet staan. En de strijd is gevoerd en ik denk dat men op dat moment niet de inzichten had om te denken over de toekomst. Daarnaast had men vanuit het veld, de bevolking, had men weinig weerstand. Wat de leiders zei, werd eigenlijk gemoedelijk aangenomen als zijnde de waarheid. Ja. Daar is een groot deel van de bevolking ook ingeluisterd, om het zo uit te drukken. Ja. Toen de onafhankelijkheid werd afgekondigd, heeft zich eigenlijk een strijd voorgedaan binnen het politiek bestuurlijke in Suriname, die nooit daadwerkelijk in de geschiedschrijving is meegenomen. En geschiedschrijving, daar zal binnenkort wel wat aan gedaan moeten worden, want ik denk dat we niet alleen de leuke dingen moeten gaan benoemen over de onafhankelijkheid, maar dat we de feiten, dus ook de minder leuke kanten, moeten gaan opschrijven voor onze toekomstige generaties, zodat mensen weten waar het mis is gegaan en wat de producten, de vruchten zijn die wij tegenwoordig oosten. 75 tot 80 was politiek instabiel.
een jonge natie. Men was zoekende wat de juiste richting was en hoe het volk dus eigenlijk vooruit zou gaan. Op dat moment was er helemaal geen sprake van natievorming. Ja. Mensen, bevolkingsgroepen stonden zo wat lijnrecht tegenover elkaar. Er is wat videomateriaal op internet in te zien en te beluisteren. Ik zou het mensen dus ook willen aanmoedigen om dat een keer te beluisteren. En dan zie je dat er vaak heel felle tegenstand werd gevoerd, hè, tussen oppositie en coalitie. Men stond lijnrecht tegenover elkaar, maar er was geen visie. Men had de doelstellingen niet goed en duidelijk geformuleerd. Men was eigenlijk een beetje nog bezig met de paplepel. Je moet het zien, iemand die een puber is, ja, want Suriname was in mijn ogen nog in de puberteit toen de onafhankelijkheid werd afgekondigd. Ja. En ze hebben de stap naar een jongvolwassene hebben ze eigenlijk niet ingezet. Eigenlijk is Suriname nog steeds in die puberale fase blijven hangen. Ja. Ja. Dat we niet de democratie zoals die eigenlijk beleefd moet worden, in stand houden. Dat we geen integer leiderschap hebben. Dat we zaken die het land vernietigen, ja, niet afkeuren. Dat we wat goed is niet belonen en wat slecht is afstraffen. Dat gebeurt gewoon niet. Ja. En u ziet dat een van de producten van arrogantie van bepaalde politieke leiders, dat geleid heeft tot een staatsgreep in 1980. Nou, niemand had dat zien aankomen. Natuurlijk kunnen we zeggen van ja, bepaalde buitenlandse mogen. Ja, Robert, ben je er nog? Van een zekere kolonel Valk uit Nederland. Ja. Die op een aantal momenten een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Suriname. Maar wat zich precies heeft afgespeeld, ja, dat wordt ons niet duidelijk gemaakt. Ja. Ja, zowel niet door het moederland Nederland, want die heeft de archieven voor een 60 jaar als geheim opgeborgen. Maar ik ga ervan uit dat er nog Surinamers in leven zijn die ons kunnen vertellen wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Okay. Onder andere heeft meneer Boutussen diverse keren ook aangegeven dat in die stukken bepaalde ontwikkelingen staan beschreven die een bepaalde lichtpunt kunnen zijn voor de Surinaamse natie. Ja. Nou, ook daar zouden deze Surinamers het volk mee kunnen helpen. Duidelijk. Ja? Daarnaast vraag ik me af, Suriname heeft iets van 3 miljard guldens op papier gekregen als zijnde haar zelfstandigheid verder te ontwikkelen. Wij weten dat een groot deel van het geld is gestopt in onder andere West-Suriname. Daar is een spoorlijn aangelegd. Er zijn bepaalde projecten geïnitieerd in het westen van het land. Nou, dat heeft eigenlijk nul rendement opgeleverd. Wat belangrijk zou zijn, ook voor het volk, is om te weten hoeveel geld het land binnengekomen is, welke bedragen gebruikt zijn. Nou, eigenlijk heeft het weinig zin om te zeggen waarvoor ze gebruikt zijn. Maar voor mij is het op dit moment gewoon niet duidelijk hoeveel geld nog in het potje zit waar Suriname recht op heeft. Ja? Als je ook kijkt naar hoe zelfstandig men is, ja, dan zie je dat we dus eigenlijk bij bepaalde regeringsformaties weer neigen en in het schootje treden van het moederland. Nu heb ik weer de indruk dat we sterk leunen op Nederland. Bij het laatste bezoek van de premier van Nederland heb ik weinig concrete toezeggingen gezien op een paar simpele aspecten na. Waar Nederland rijkdom heeft vergaard uit Suriname, krijgt Suriname eigenlijk maar weinig voor terug. Maar Nederland is wel een van de grote sponsoren naar andere landen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar middelen die vanuit Nederland naar Afrikaanse landen gaan, als je de bedragen daar vergelijkt ten opzichte van wat Suriname krijgt, dan zeg ik, ja, wij krijgen de kruimeltjes, terwijl Nederland haar rijkdom mede te danken heeft aan Suriname. Ja. Ja. Wij, en ik denk ook de rest van de Surinaamse samenleving, die zou ook graag willen weten waar Suriname nu staat, qua bedragen die nog in het potje staan, en dat het een keer duidelijk in de geschiedschrijving komt te staan hoe dat geld besteed is. Ja,
Ashwin, kom even terug naar jou. Als we kijken naar die onafhankelijkheid in 1975 en de leiders van dat moment. Kunnen we zeggen dat het mensen waren die een bepaalde visie hadden, een bepaalde missie hadden, waar men met Suriname naartoe wilde? Of was het louter dan alleen opportunistische overwegingen om zo snel mogelijk de baas te willen zijn in het land? Ja, kijk, er is een manipulatie geweest van twee kanten. Ja. Aan de ene kant zat Nederland in zijn maag met dat debakel wat zich in Indonesië had voorgedaan. Ja. Het was natuurlijk een bloedbad geweest. Nederlanders hebben daar echt mensenrechten geschonden en dergelijke. Dat blijkt nu allemaal. Dat Molukse probleem hadden ze natuurlijk ook in hun maag. Dus Nederland zat met twee hele grote zware stenen in haar maag. En de Surinamers die hadden natuurlijk hun ideologieën en hun doctrines hadden ze natuurlijk uit Afrika enigszins geïnspireerd gekregen. Want in Afrika was er in die tijdsgeest ook een golf van nationalisme gaande. Afrikaanse nationalisten die kwamen daar op als Lumumba en zo en dergelijke. En er was ook een onafhankelijkheidsgolf die daar gaande was. Nou, India was ook net onafhankelijk geworden. We hadden Guyana net gehad. Dus Suriname moest en zou onafhankelijk worden. En het punt is, dus het kwam Nederland goed uit, want dan hadden ze een kolonie minder. Ze hadden natuurlijk die twee stenen in hun maag van Molukken en Indonesië in hun maag. Dus die wilden er ook vanaf. Nou, wat hebben ze dan gedaan? En het is interessant dat Robert dat ook noemt, want dat, zo zie ik dat ook. Kijk, West-Suriname is eigenlijk een farse geweest. Hè? Het is een project geweest om eigenlijk een mooi rad voor ogen te draaien voor de Surinaamse bevolking. Maar ook om de onderhandelingspositie met Nederland in die onafhankelijkheidsonderhandelingen te verstevigen. Ja. Want ineens werd Suriname het heel goed hoe ze hun land gingen ontwikkelen en dergelijke, terwijl ze daar geen track record in hadden. Dus wat was ook grappig aan, het heel, aan die periode, was dat Lachman, de PHP-representant en leider, die wilde 15 miljard hebben van de Nederlanders. En toen zeiden de heren aan de Nederlandse kant, van beste mensen, jullie hebben een populatie van nog geen 300.000 mensen. Hoe gaan jullie dit geld absorberen? Je krijgt een gigantische inflatie en waar zijn jullie plannen? Nou, toen moest er heel snel een plan bedacht worden. Dus hebben ze de eerste, de beste, geweldige ingenieur die ooit afgestudeerd was in Suriname, meneer Essert, erbij gehaald. Ja. En die heeft toen een geweldig plan geschreven. Die naar blijken en nu, anno 22, kun je daar alleen maar apen zien hangen in al die treinrails. Dus ja, ik bedoel, ik weet niet of dat de bedoeling was van meneer Essert om apen daar te hebben. Maar het gaat er gewoon om, er is gewoon geld weggepist op basis van manipulatie, op basis van een farse van een plan. En dat zijn de feiten en dit is belangrijk om te onthouden voor het Surinaams volk, want dat gebeurt nu ook. Dat gebeurt in de afgelopen 47 jaar, is het constant gebeurd. Want hoe steel je als politicus geld, hoe maak je het volk geld afhandig? Door projecten te bedenken. En niemand heeft ooit gedacht, oké, als we die treinspoor daar aanleggen, of als we een slavenfabriek opzetten, of wat dan ook, moeten de machines, de locomotieven, de treinrails, die moeten onderhouden worden. Dus plannen bedenken is geen punt. Maar als je de Taj Mahal bouwt, dan moet je het ook onderhouden. En dat is dus waar Suriname mank op gaat. Ja. Dat absorptievermogen is waardeloos. Suriname kan gewoon geen investeringen absorberen. En als ze het absorberen, hebben ze geen follow-up plan voor onderhoud na 5 jaar of 10 jaar of 15 jaar. Het is toch belachelijk, ik bedoel, de Heenaarbrug, die is recent, ja. Is die, na heel veel tamtam is die gerepareerd. Mm-hmm. En zo zijn er meer van dit soort projecten, belangrijke infrastructuur voor het land, die ook de ontwikkeling van het land natuurlijk zouden moeten zou moeten stimuleren. Ja. Daar is geen onderhoudsplan voor. Dus het volk van Suriname is debet aan 47 jaar wanbeleid. Het is niet alleen de leiders die het volk voor de gek houden. Het volk houdt zichzelf voor de gek. Hè? En dit gebeurt overal in de wereld. Het is niet alleen Suriname. Neem ook bijvoorbeeld ons buurland Brazilië. Fred, als jij een strafblad zou hebben, zou je niet aan de bak komen. Ja. Maar meneer Lula, die is aan de bak.
die is nu president geworden van een van de grootste landen in Zuid-Amerika. Democratisch gekozen. En hij mag dus, een crimineel, mag dus de toekomst van een heel land gaan bepalen. In Maleisië is hetzelfde recent gebeurd, 2 dagen geleden. Anwar Ibrahim, ex-crimineel, in de bak gezeten, is nu premier geworden van het land. Nou, datzelfde hebben we ook in Suriname gehad. En dat hebben we nu nog steeds. We hebben mensen die eigenlijk gewoon een strafblad hebben, een crimineel zijn, crimineel kunnen denken en dus ook crimineel kunnen handelen als het nodig is. En die mensen, die kiezen wij als volk. Daar kiest het Surinaams volk voor. Als je kiest voor apen, moet je niet verwachten dat er niet op je hoofd gepoept gaat worden. Want dat gebeurt er door de politici al 47 jaar. Ja, maar... De koers is van 180 naar 32.000 gegaan. Telting heeft die 3-0 weggeschrapt. Dat zijn de feiten. Ja, duidelijk. Maar goed, ik bedoel, is het terecht dat je die schuld bij het volk neerlegt in een koloniaal systeem? Waar men toch wel politiek bedrijft... Ja? Ja, Fred, ik vind, niemand gaat vrij uit. Ook ik ga niet vrij uit, want ik ben niet bereid om nu de fight aan te gaan tegen de politici in Suriname. Althans, nog niet. Anderen met mij samen, die duiken lekker weg, die gaan lekker naar Suriname, eten hun satéetje op blauwgrond en dergelijke, komen veilig weer naar Nederland. Zo werkt het. Maar, en daar ben ik me bewust van, en ik doe de boetekleed aan. Waar het bij mij om gaat is dat het een dubbele, het is een tweerichtingsverkeer. Het volk kiest de leiders en de leiders houden het volk voor de gek. En als je nu een integere leider in Suriname zou hebben, die niet danst op het podium, die niet zingt en gewoon zijn werk wil doen om Suriname vooruit te krijgen, nu we aan de vooravond staan van goud, van olie, gas en we hebben al goud. Ik bedoel, velen hebben dat gezegd, Suriname zou nooit arm moeten zijn. Maar je kunt niet alleen op basis van grondstoffen die de grond zijn zeggen, we gaan een rijk land zijn. Nee, je zult er wat voor moeten doen. Je zult offers moeten brengen. Je zult je de juiste leiders moeten kiezen, maar ook zelf een steen moeten bijdragen. Want de grootste klacht van op dit moment is, van zakenlui in Suriname, we kunnen geen arbeiders vinden. Nou, als er crisis in het land is, de koers staat op 32, zou je denken dat iedereen in de rij staat om te werken. Maar dat is niet het geval. He? We zien nu ook dat we een regering hebben die de boel aan het, in ieder geval economisch gezien, de boel sinds IMF in Suriname is gekomen. De koers is van 7 naar 32 gegaan. Deze regering is er goed in om iedereen de schuld te geven behalve zichzelf. Ze kunnen niet eens een minister van Financiën vinden al 4 maanden. De minister van Financiën die gevonden gaat worden. Daar weet iedereen van dat het een gerucht is. Maar niemand durft die man nu al te fileren. Of die vrouw te fileren in de uitzending. Of publiekelijk of in de krant. Nee, men zit heel mak nu te wachten. Totdat iemand zegt, ja die meneer, die mevrouw wordt minister van Financiën. En dan beginnen we weer vanaf vooraf. Dus dat wanbeleid. Het volk van Suriname moet gaan beseffen dat ze een andere type leider moeten kiezen. Ja. Ze moeten een leider kiezen die de uitstraling heeft van een kundig persoon. Die weet waar hij het over heeft. En vooral iemand die zijn geld al heeft verdiend. Want als je daar iemand gaat zetten die nooit van een dubbeltje een kwartje heeft weten te maken, gaat hij dat ook niet kunnen doen voor het land. Ook al is hij politieagent, militair, maakt niet uit. Ze gaan het niet kunnen doen. En als ze dat doen, gaan ze het op een shady manier doen, op een criminele manier doen. En daarom is Suriname vandaag een failed state en een cocaïne-natie. Ja, Robert, ben je het met Ashwin eens dat het volk debet is aan het feit dat zij aan het lijden is op dit moment? Deels, meneer Carteram. Kijk, er zijn ook mooie dingen uit voortgesproken. Toen men de rush had, net voor de onafhankelijkheid en daarna, zijn er gezinnen naar Nederland gekomen. Ja. Die hebben in het begin offers gebracht hier in Nederland, want ze werden als het ware, net als de Molukkers, werden ze in bepaalde woonwijken ondergebracht, gepositioneerd en gehuisvest. Ze moesten de kou traceren, want ja, Surinamers die hadden altijd moeite met de kou. Ja. En, maar het mooie daarvan is dat de tweede en derde generatie van die Surinamers wel opgeleide mensen zijn. Mm-hmm. Je hebt een groot gedeelte van
die mensen, ja, hun nakomelingen, die hier in Nederland of in Europa gestudeerd hebben, deskundigheid en ervaring hebben opgedaan. En de meeste mensen die al volwassen kinderen hebben, die snakken ernaar om terug te keren naar hun land en de rest van hun arbeidstijd, zeker hun periode recent na hun pensionering, dat ze hun krachten nog willen geven aan het land. Maar ja goed, er heeft altijd een soort van tweespalt gespeeld tussen de locals, om het zo uit te drukken, en de mensen die uit het buitenland terugkwamen. Want wij werden, en zij werden dus eigenlijk gezien als een gevaar, terwijl dat niet zo is. Je ziet ook heel vaak dat mensen schrijven en het ook zeggen, we willen terug naar Suriname, maar creëer voor ons ook die veilige omgeving. Hè? Dus daar zie je dat er een voordeelsituatie is ontstaan. A la ook Richawabung, zou ik zeggen. Maar anderzijds, als we ook kijken naar de verdere ontwikkeling van Suriname. Vroeger had je Biliton, Suralbo, Bruinzeel, Mariënburg, Waterloo. Volgens mij was Waterloo zelfs voor de onafhankelijkheid al ten onder gegaan. Maar al deze grote bedrijven waar in de tijd valuta aan werd verdiend en waar werkgelegenheid vooruit voorkwam, die zijn allemaal teniet gedaan. Is dat gekomen door de politieke leiders die betrokken waren bij de onafhankelijkheid? Nee, dit is ook mede op instigatie van de nieuwe leiders geweest. Dus er zijn verschillende generaties mensen aan de macht gekomen in Suriname. Ja, als het nou socialisten waren of liberalen, maakt niet uit linkse of rechtse regeringen, ze hebben allemaal dezelfde fouten begaan. Eenmaal in het zadel heeft men altijd gekeken naar eigen of partijbelang in plaats van het nationale belang. Natievorming had dus eigenlijk vanaf 1975 als prio op de agenda van elke regering moeten staan. Ja. Nou, heden ten dagen zie je nog steeds dat er sterk een sterk gepolitiseerd regime in Suriname is. Dat er nog steeds op basis van etnische lijnen wordt gewerkt en naar elkaar wordt gekeken. Dus eigenlijk zijn de zaken die kort na de onafhankelijkheid en daarvoor een rol speelden, die zijn teruggekeerd in de Surinaamse samenleving. Je moet dat zien als een vorm van backfire, zou ik het maar uitdrukken. Die zijn nog steeds terug te vinden. Ja, Pasuku Bafeni Bachari. Dus wat een tijdje geleden sterk onder de leden verborgen zat. Ja. De tong uitte dat niet, maar het hart herbergde wel dat soort gevoelens. Ja. En nu wordt er wel openlijk over gesproken. En niemand die dat afkeurt. Niemand van overheidsleven die zegt van, jongens, hier gaan we paal en perk aanstellen. Hier zijn we niet op zoek, want iedereen praat over Promtidari, iedereen praat over eengezindheid, iedereen praat over, volgens mij is er zelfs een bureau nationale eenheid of hoe het heet, maar niks nepsa. Het is slechts het woord dat bedreven wordt, maar daden blijven achterwege. En trouwens, het is nooit te laat om uit die puberale fase te treden. Ja. Als u benoemde net als een van de oplossingen dat er misschien nieuw leiderschap nodig is, daar ben ik er volkomen mee eens. Ja. Het moeten geen leiders zijn die eigenlijk uit de kweekvijver komen van vorige generaties. Nieuwe leiders hebben anders gestudeerd, kijken anders naar problemen, maar gaan ook anders om met hun leiderschapstalenten en kwaliteiten. Ja. Tegenwoordig moet je als president een people's manager zijn. Je moet als minister een people's manager zijn. Mensen moeten voor je willen werken. Ja? Daar gaat het om. Maar als jij zelf niet weet wat het werk inhoudt en wat er gedaan moet worden en welke visie of strategie daaraan ten grondslag ligt, ja, dan lijkt het wel op een schip met een kapitein, maar zonder een stuurwiel. Ja. Dus abotte ik draai rondje en we komen steeds over zoveel jaar in hetzelfde terecht. Ashwin, ja? Ashwin, wat ik merk op basis van het betoog van Robert, is dat er geen dynamiek is, geen ontwikkeling in het politieke landschap. Voor wat betreft de mensen die een rol hebben gespeeld toen en nu.
Je zou bijna kunnen zeggen dat het stilstand is geweest. In het denken, in de wijze waarop men politiek bedrijft. En probeert leider te zijn in het land. Klopt dat? Nou, kijk, er zijn natuurlijk, kijk, hier hebben heel veel mensen over nagedacht en ook goede uiteenzettingen gegeven. Dus ik ga het gewoon weer herhalen, omdat het natuurlijk in het kader staat van nog een paar uurtjes naar de onafhankelijkheidsviering toe. Ja. Kijk, er is los van die manipulatie die ik al net aanspreekte, is er ook een bepaalde manier van politiek voeren geweest. Hè? Ja. Robert heeft het aangestipt. Ja, ja, er ja. was zuilvorming. Precies. Op basis van etniciteit. Ja, ja. En maar je zou denken, door schade en schande, als je met door schade en schande, met de generatie wordt men wijzer. En dat de nieuwe generatie, bataljon aan jongelui, generatie nieuwe politici, daarvan geleerd heeft en een ander koers gaat varen. Dat is helaas niet gebeurd, moet ik vaststellen. Nee, dus kijk, wat is er gebeurd? We hebben hier te maken met een systeemprobleem. Hè? Ja. In de bedrijfskunde, als je dit gewoon heel technisch bekijkt, dan hebben we te maken met een systeemprobleem. Ja. Wat is het systeem? We zitten in het systeem van patronage, nepotisme, dus vriendjes, we noemen vriendjes. Ja. Ja. Ze spelen elkaar de bal toe. Je hebt een project geschreven, oké, dan ga ik het financieren. Dan hebben we ook nog patronage. We hebben een heel groot waterhoofd aan ambtenaren. He, als je niet luistert naar mij, dan krijg je geen job als ambtenaar. Krijg je geen zorgverzekeringskaart. Enzovoort, enzovoort. Dus de plantagementaliteit hebben we nu nog steeds in dit systeem. Het is echt een plantagementaliteit. Want op de plantage, als je blank was, werd je voorgetrokken. Als je lief was, werd je voorgetrokken. Als je een likker was, werd je voorgetrokken. En dat hebben we nog steeds in de politiek. Mm. Mensen houden er niet van als ik op de radio kom en dingen zeg. Ook al herkennen ze dingen, ook al zien ze ook van, hé, die jongen die heeft gelijk, want het is inderdaad zo. Het is onomstotelijk zo. Hè? Dus mensen houden daar niet van en dat moet gaan veranderen. We moeten in Suriname, moeten we als nieuwe generatie stemmers, moeten we gaan inzien dat je niet de oude politiek moet kiezen om iets nieuws te verwachten. Hun systeem, de oude politiek, heeft een oud systeem die niet vooruit gaat komen zoals jij denkt dat het zou moeten gebeuren. Dus wil je werkelijk iets nieuws zien in de toekomst, laten we zeggen in 2025 heb je weer een kans om te stemmen, stem dan op iets wat nooit eerder is gebeurd in Suriname. Stem op iets wat je nooit eerder hebt gehoord. Stem op iemand die je nog nooit eerder hebt gezien. He? Dus ga niet weer stemmen op diezelfde mensen, dezelfde domme grappen, dezelfde danspartijtjes, diezelfde retoriek en diezelfde portie. Nee, neem die portie dit keer niet aan. Drink je water, hou even vol en daarna zul je een kippenboot of een hele geroosterde kip eten. Want die nieuwe leider gaat in staat zijn om een betere toekomst voor jou en voor de kinderen van jou te creëren. Maar stem alsjeblieft niet op die oude mensen en die oude patroon, die oude partijen. De namen van de oude partijen moeten gewoon weg. Je moet het gewoon vergeten. Niet doen. Deleten. Hè? Helemaal wegwezen. Deleten. Ja. Deleten. Gewoon zoals je ook al die berichtjes op je app delete. Moet je NPS, PHP, al die oude rommel moet je wegdoen. Alleen dan kun je een ander perspectief verwachten. Okay. Als je diezelfde appjes gaat sturen, moet je geen nieuw resultaat verwachten. Dat gaat niet gebeuren. Robert, als we zien naar wat er nu gebeurt in Suriname, de acties, de stakingen, is het moment aangebroken dat er mogelijk een revolutie plaatsvindt. Waarbij Suriname's inderdaad gaan kiezen voor vernieuwing? Meneer Kartaram, we moeten niets uitsluiten. Ja. Laten we niet dezelfde fout maken die 1980 gemaakt is. Ja. Door arrogantie en egoïsme had men eigenlijk oogkleppen op en zag men niet het gevaar aankomen. Elke kleine staking of elke kleine protestactie kan op een gegeven moment uitmonden in een grote landelijke staking. Als ik me niet vergis, 2017, 2018, 2019 was het ook begonnen met één of twee personen die op het pleintje stonden. En dat is later een hele grote massa geweest van vakbonden,
van burgers, van politieke partijen. En het zijn dezelfde politieke mensen die nu aan de macht zijn, die in de tijd ook voor dezezelfde problemen hebben gestreden. Maar op dit moment het niet hetzelfde probleem durven aan te pakken of willen aanpakken, ja, om het zo uit te drukken. Dus, ja. De CLO of een aantal vakbonden die zouden vandaag weer op de been komen met een aantal politieke partijen. Het resultaat weet ik op dit moment nog niet, maar de regering is niet gevallen, dus die hebben nog gescoord. Maar morgen is er weer een dag en ik weet niet hoe mensen daar tegenaan kijken. Kijk, op de dag van de onafhankelijkheid is een défilé het teken van het tonen van jouw positie in deze wereld. Ja. Als je kijkt naar de dagen bijvoorbeeld in Rusland, China en India, dan toont de défilé jouw positie op de kaart. Kijken we naar Suriname, dan is er 2 tot 3 weken voordat het défilé plaats zou vinden, is door een aantal gewapende machten of wapendragers is er aangegeven dat ze niet kunnen deelnemen aan het défilé vanwege het ontbreken van materiaal en noem maar op. Nou, en het ligt niet alleen aan materiaal, uitrusting of whatever. Het ligt ook, ja, aan de inspiratie en motivatie van die ambtenaren. Want in het verleden hebben mensen ook met een verkleurde schoen of zo gelopen, of misschien met een scheurtje in de broek, maar men heeft wel gelopen. Ja. Omdat de motivatie, de inspiratie was aanwezig. Volgens mij is dat nu gedaald naar nul, alleen durven de mensen hun mond niet open te maken. Want het moment dat ze iets zeggen, ja, dan speel je met je brood. Dus die rancune maatregelen, en dat is wat Ashwin eigenlijk zei, dat slaafse, dat is nog steeds aanwezig in de cultuur van Suriname. Die spiraal moet nou eindelijk verbroken worden, want een volwassene die luistert, een vader of een moeder, vroeger als kind had je niet het recht om weerwoord te geven, al had je gelijk. Want zei je toch nog wat het goede was, dan kreeg je misschien nog slaag of kreeg je een draai om de oren. In een geciviliseerde maatschappij en de ontwikkelingen zoals die nu zijn, ja, moet je je kinderen juist leren, ja, om proactief te werk te gaan, om ook voor hun rechten op te komen en ook te zeggen wat goed is en wat fout is. Maar je ziet dat onze politieke leiders nog steeds dat koloniale gedachtegoed van meester en onderdaan aanhouden. Als wij dat niet gaan doorbreken, als de leraren, ja, die vaak zeggen wij zijn een van de pilaren, de basisstenen van de samenleving. Als zij dat de leerlingen nog steeds niet goed gaan bijbrengen, zullen wij nog steeds een samenleving decennia lang kennen die zich op deze manier qua houding en gedrag manifesteert. Ja. Dus we zullen ook met de pap leven en nogmaals, dit is een proces. Dit kan je niet van de ene op de andere dag tot uitvoering brengen. Ja. Ik volgde gisteren nog een stuk op het nieuws. En ik zag dat bij de protestactie die nu gehouden werd, een scholier van 10 jaar had deelgenomen aan de protestactie. In mijn optiek zou zo'n 10-jarige op school moeten zitten en had de jeugdpolitie misschien vandaar moeten halen en naar school terug moeten brengen. Maar die jongeman was een petitie aan het voorlezen waarvan ik denk van nou, daar zit aardig wat politieke stof in die niet door zo'n jongen uit de duim gezogen kan worden. Hè? Want een 10-jarige eist dat de president het veld moet ruimen. Nou, volgens mij slaat een 10-jarige jongen als hij in bed ligt en hij droomt, dan droomt hij over Spider-Man en Mickey Mouse en whatever. En niet over een president die naar huis moet. Dus je ziet ook dat in het patroon van opvoeden, ja, dat het niet goed is. Dus een van de aandachtspunten die ook meegegeven moet worden aan Suriname om zich te ontwikkelen naar een volledige zelfstandige natie, is ervoor zorgen dat je burgers die positie krijgen in de samenleving die ze verdienen. Niet meer dat tweespalt creëren om het zo uit te drukken. En niet meer
dat koloniale in stand houden. We moeten met z'n allen naar die volwassen fase gaan. Ja, maar misschien dat is een van de dingen. Dat is een van de dingen die ik wil benadrukken. Ja. Maar daarnaast wil ik ook eigenlijk benadrukken, als je volwassen bent en je staat op eigen benen, moet je ervoor zorgen dat je je eigen huishouding opdraait. Dat je je eigen portemonnee goed bewaart en dat je weet wat je uitgeeft en dat je weet wat je verdient. Nou, een x-aantal multinationals hebben Suriname al verlaten. Ik denk niet dat we altijd moeten rekenen op multinationals, want wat multinationals in Suriname komen doen, kan Suriname zelfs doen. Waarom zo Suriname nou? Want we hebben volgens mij nog tonnen kubieke meters hoogwaardige bauxiet liggen. Waarom zou Suriname niet iets daarmee doen? Ja. We hebben genoeg hout liggen. Waarom verwerken wij dat niet tot het eindproduct? We hebben genoeg goud liggen. Waarom doen wij daar... Nee, maar politici zijn misschien te lui toch om daar over dat soort van complexe vraagstukken na te denken en actie te ondernemen. Ben ik niet met u eens. Ben ik niet met u eens. Want u weet net als mij, zitten deze politici in de oppositie, dan hebben ze de oplossing. En weten ze precies hoe het anders moet. Ja. Het moment dat men aan de macht is, ja, is men 180 graden omgeslagen. Laten we ook niet alle schuld neerleggen bij de politieke leiders. Maar die snijdt zichzelf, Robert, toch in de vingers. Als jij in de oppositie het allemaal goed weet, hoe het anders zou moeten, en je bent nu in de coalitie, en je weet het ook zo goed, en je doet het niet, dan benadeel je niet alleen maar het volk dat op je gestemd heeft, maar je pak je eigen kansen weg. Want dat onrust dat nu in die samenleving heerst, even terug naar dat jongetje van 10 jaar. Ik ben met je eens, een 10-jarige hoort op school te zijn, maar je had het over dat we moeten leren dat onze kinderen assertief moeten zijn. Ook moeten durven uitkomen voor een mening. Dat kind gaat iedere dag zonder brood naar school. Hij ziet zijn moeder en vader lijden onder die armoede. En wat doet die jongen? Die pakt de pen en die schrijft dan een tekst en die draagt het voor. Om te zeggen van dit leef in mijn samenleving. En wat hij verwacht had van die president. En omdat die president in feite niet voldoet aan zijn verwachtingen. Nou ja, zegt hij gewoon president. Mooi tijd om op te stappen. Dus in die zin, nou ja, denk ik juist dat we dit soort van momenten. Hè, waar die kinderen hun stem laten horen. Toch wel, denk ik, moeten ondersteunen. En moeten waarderen. Kijk maar naar dat meisje in Denemarken. Of een van die Europese landen. Ik ben nu even de naam kwijt. Een hele jonge dame die klimaatkwestie op de agenda heeft weten te zetten. En wereldleiders heeft gedwongen om daarover te gaan nadenken. Ook met zo'n briefje. Dus ik denk dat dit het begin is van toch wel dat meer jongelui waarschijnlijk door zijn toedoen assertiever worden. En ook natuurlijk met een mening voor de dag komen. Dus op dat punt denk ik dat we juist dat moeten ondersteunen. Even die kwestie over die politici. Kijk, het volk laat zich leiden door de leiders, neem ik aan. En de leiders maken het beleid. En die scheppen de voorwaarden voor het volk dat zij uiteindelijk toch wel in de vaart van ontwikkeling mee kunnen. Als die leiders dat niet doen, want zij zijn de machtigen, zij zitten aan de knoppen, ja, dan heeft het volk toch weinig inbreng. Het volk heeft altijd inbreng. Het volk kiest, maar het volk kan er ook voor kiezen. Als jij als gekozene niet opkomt voor de belangen van het volk, dat het volk zich daartegen gaat verzetten en ervoor zorgt dat er mensen komen die het wel doen. Want DNA, als we kijken naar de trias politica, DNA vervult haar plichten gewoon niet. Want als DNA op een kundige wijze de regering zou adviseren, begeleiden en corrigeren, u hoort wat ik zeg, ik praat niet alleen over corrigeren, ik praat over adviseren en begeleiden. Daar leg ik de nadruk op. We moeten met z'n allen leren nadenken over moeilijke vraagstukken. We moeten met z'n allen om de tafel en visie en strategie gaan bepalen met duidelijke afgebakende gebieden. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, ja goed, het moet maar genoemd worden. Je hebt tegenwoordig een minister van alles. Ja? Die man bemoeit zich met alles. Een mens heeft maar een beperkte capaciteit aan energie, een beperkte know-how en een beperkte mate aan kennis en ervaring. Nou, zo iemand
zou dus door zijn baas ook in het gareel gehouden moeten worden. En het moet gezegd worden, beste man, u kunt dit. En al kunt u nog veel meer, ik ga u slechts inzetten op de positie of posities waar u het sterkst in bent. Want ik heb nog een batterij aan mensen die het wel kunnen. Ja. Wat je ook ziet, is dat wij onze eigen mensen niet koesteren. Wij laten mensen uit Nederland komen, in Suriname, om problemen van de Surinamers op te lossen, terwijl we het zelf kunnen. Los van die diaspora term wil ik bijna niet gebruiken, maar los van mensen van Surinaamse komaf in het buitenland, die ook graag een steentje willen bijdragen, zonder dat ze daarvoor betaald moeten worden, want er zijn een heleboel mensen die hun bijdrage gratis pro deo willen leveren. Die mensen worden gewoon buiten de boot gehouden, terwijl ze goede ideeën hebben. Ze hebben de drive, de passie, maar vooral het feit dat ze integer zijn. Dat weerhoudt deze mensen eigenlijk om aan de slag te gaan in Suriname. Ik denk dat we moeten leren, ja, om met elkaar om te gaan. Niet alleen te wachten als deze mensen naar Suriname met hun euro's en dergelijke komen, dat we daar profijt aan hebben. Ja. Of wanneer de pakketten weer gestuurd gaan worden naar Suriname. Want er zal, als dit zo door blijft gaan, vervallen we weer naar de jaren 80, waar pakketten gestuurd werden naar Suriname, dozen naar Suriname met levensmiddelen, basislevensmiddelen. En ging je naar de haven om jouw spullen op te halen, dan had je een lege doos met een baksteen erin en we hadden alle spullen weggedragen. Ik heb nog meegemaakt dat ik in tijden dat ik naar de Milo-school ging, ja, dat ik Fernandes frisdrank, hè, soft noemt men dat in Suriname, kreeg ik in een plastic zak. Mensen moesten in de rij staan voor levensmiddelen, voor brandstof en ga zo maar door. Ik zie deze doembeelden weer opkomen. Kijk, ontwikkeling uit Suriname, uit de gas- en olieindustrie, zal niet op dit moment plaatsvinden. Het is nog een meerjarenplan, ja, dat tot ontwikkeling moet komen. Maar met hout, goud en wat staatsolie op dit moment doet, denk ik dat we veel meer kunnen genereren. Ik denk dat er verkeerde prioriteiten worden gesteld. Ja. Als het volk mekkert, heb je wel plotseling 100 miljoen SRD volgens mij voor de gezondheidszorg. Je hebt 150 miljoen voor sociale projecten. Maar dan zie je weer de verkapte vorm die via de achterdeur naar binnen komt. Ondanks dat je ministeries en personeel hebt die dit kunnen trekken op het kabinet of op ministeries, worden er steeds commissies ingesteld. Neem nou het sociale programma. Ja? Ja, daar is er weer een commissie voor ingesteld van 15 personen die het land ingaan om te gaan identificeren. Waarvoor heb je het ministerie van Sociale Zaken met dichtambtenaren die dit al in kaart hebben gebracht? Snapt u wat ik... Wij zijn steeds het wiel aan het uitvinden, terwijl ik altijd zeg... Ja, maar misschien hebben we een president die dictatoriaal ingesteld is, dus minder dus leunt op wat de departementen aan kennis en kunde hebben en informatie, maar die het allemaal zelf wil. Dus eigenlijk Pula vorm die departementen heeft, kost een hoop geld. En hij gaat uiteindelijk met zijn commissies weer hetzelfde doen wat de departementen al gedaan hebben, toch? Ja, Fred, als ik hierop mag inhaken. Ja. Kijk, het feit dat er zoveel commissies nodig zijn en dat de president dictatoriaal oogt en dergelijke, dit is typisch een gevolg van de verloedering van Suriname in het algemeen. Ja. Dus wat krijg je? Je krijgt een messiah-effect. Hè? Je krijgt een effect waarbij iemand zich opwerpt als de redder, hè? Was sitting en dergelijke. Maar als je een weldenkend persoon bent, en dat is het beroep wat ik doe op het Surinaams volk, denk zelf even na. Denk atori. Nou, wat president nou een tovenaar? Dus je kunt niet verwachten dat iemand die zegt met alle goede bedoelingen, was sitting, dat die man ook in staat is om daarin te zitten. Nee, je zult ook je steentje moeten bijdragen. En ik wil drie opmerkingen maken, Fred, op basis van, of zeg maar, inhakend weer op een paar minuten geleden. Ja, ga je gang. In iedere samenleving zie je dat veranderingen ingrijpend plaatsvinden, doordat de nieuwe generatie mensen
hun toekomst niet verkwanseld willen zien door de huidige of vorige generaties. Je ziet dat in heel veel landen de jongeren vooral de straat op gaan. Omdat ze het helemaal hebben gehad met hoe hun vader, moeder, hun opa en oma denken en doen. Ja. Nou, dat zie je in Suriname niet. Dus ik ben helemaal eens met jou. En, en ik denk dat Robert misschien wat anders bedoelt toen hij net betoogde dat hij dat jongetje van 10 jaar liever niet daar op het schoolplein of zo had gezien met een briefje. Maar het gaat erom, je moet als jongere stemmer, het gaat om jouw toekomst. Het gaat niet om de toekomst van Chenrika Persaat Santokki. Die man is al straks oud, gaat in zijn tweede hobbelstoel zitten. Ze hadden hem al een hobbelstoel gegeven. En zo zien we dat Venetiaan en Wijnenbos en zo, allemaal zitten ze in hobbelstoelen. Dus als jij verandering wil, dan moet je niet stemmen op mensen waarvan je denkt, dit kan mijn opa zijn. Ja. Nee, stem op iemand die dicht bij jouw generatie zit. Ja. Als je nu stemmers hebt van 18 jaar, stem op mensen van 35. Ja. Die man weet hoe een app werkt. Die man weet hoe Facebook werkt. Die man gaat niet met een muis op het scherm draaien, zoals Wim Kok dat in Nederland deed, omdat hij niet weet hoe een muis werkte. Dat was ook een dinosaurus van een politicus. Dus stem niet meer op dinosaurussen. Het is belangrijk dat de jeugd in Suriname nu het heft in eigen handen neemt, haar eigen toekomst veilig stelt, en dat betekent dat de jeugd nu zich moet laten kennen en moet laten horen. Maar helaas moet ik ook constateren dat ook deze jeugd, net als de vorige generaties jeugdigen in Suriname, murf geslagen zijn. Dit is de Kentucky Fried Chicken Pizza TikTok generatie. We willen heel graag roepen wat die oude landbouweconomen uit Wageningen die ooit een boek hebben gelezen, ons doen willen laten geloven. Dat Suriname een landbouwschuur gaat worden. Ik zie dat niet gebeuren. Die hele generatie Surinamers die nu opgroeien of die nu rondlopen en mogen stemmen en al hebben gestemd, die gaan absoluut niet op het land werken. Dus je moet leiders hebben, je moet leiders kiezen die anders denken, die bij de les zijn, die van deze tijd zijn. Er is heel veel kapot gemaakt. Ja. De 10 jaar regering NDP heeft alles vernietigd. Alle instituten zijn kapot gemaakt. Maar het is geen vrijbrief voor deze regering om daarmee te zwaaien en weg te duiken. Dat is het niet. Nee. We zien dat Suriname nu te lijden heeft, eigenlijk is Suriname populairder. Ik bedoel, op Netflix is er geen natuurdocumentaire over Suriname. Nee, maar er is wel een Koreaanse drugsfilm. He? Ja. Dat hebben we wel. En we weten ook dat de premier van Colombia laatst heeft uitgelegd aan de hele wereld van luister, er is nu 40% meer cocaïneproductie in mijn land. Nou, wat denk je dat er gaat gebeuren? 1% of 4% of 2% van die 40% meer aan cocaïneproductie gaat ze wegvinden richting Suriname. En dus, als je daar geen modern beleid op loslaat, maar af en toe een paar mensen met een paar bolletjes oppakt en leiders kiest die een criminele strafblad hebben, dan ga je krijgen dat die samenleving overspoeld wordt door cocaïnehandel en cocaïne-dollars. Ja. Nou, de vraag die de jeugd zich moet stellen, de vraag die de niet-babyboomers, die nu straks de stok overgedragen krijgen in de politiek van de babyboomers, de generatie van president Santokki, Venetiaan, Boutersen en al die oudjes, die moet je nu gaan afvragen als jongen of meisje van 18 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 35 jaar, in wat voor Suriname wil ik leven? Want laten we nou even duidelijk zijn, lees op Google, doe je research, zoek uit welk ontwikkelingsland het werkelijk goed heeft gedaan met olie en gas. Want wat krijg je? Je krijgt de Dutch disease. De Dutch disease houdt in dat werknemers, dus de jeugd die nu een baan moet gaan zoeken, die gaat zich liever richten op de olie- en gassector dan dat ze in de landbouw gaan werken of in de veeteelt of zo. Want het is airconditioning werk, je zit daar, je kunt je TikTok de hele dag doen en je verdient je geld. Dus je gaat een hele zieke, een verziekende verschuiving krijgen in de economie van Suriname. Met andere woorden, olie en gas is niet waar Suriname eigenlijk op zou moeten wachten. Want dat gaat geen evenwichtige ontwikkeling brengen in het land waar iedereen van gaat profiteren. Het gaat weer een handjevol zijn. Dus met andere woorden, je moet als jeugdige
als generatie na de babyboomers, de generatie die straks dat stok van president Santokki mag overnemen of gaat overnemen. Hij gaat het niet zomaar aan je geven, je moet het afpakken van hem. Anders gaat dit land gewoon niet vooruitkomen. Ja. De jeugd moet zich nu laten horen. Ze moeten gaan beseffen dat we ander leiderschap nodig hebben, maar dat we ons ook anders moeten gaan gedragen. Maar zeggen we en daarmee, Ashwin, zeggen we ook met de ervaring van 47 jaar... Het zijn de oude politieke partijen die steeds aan de macht zijn gekomen. Afwisselend, hè? Wisselend. Uiteindelijk uitgeblonken hebben in vooral falend beleid en falend bestuur. Dat we niet daarvan moeten hebben. Adviseer jij en Robert jij ook dat de komende generatie vooral niet op de oude politieke partijen moeten stemmen? Ik adviseer dat zeker. Ik denk dat partijen als NDP die gewoon het land gewoon... jaren, hè, decennia lang gewoon verkwanseld hebben, onder toeziend oog van de oude politiek, die ook geen moer hebben bereikt en eigenlijk ook geen bal hebben kunnen doen in de afgelopen 47 jaar, dat het volk, die zeg maar 40, waarvan 40% een vierde klas lagere schoolopleiding heeft, nooit een boek pakt, nooit de krant leest, enzovoort, enzovoort, dat we ons bewust moeten zijn als we andere resultaten willen hebben, dat we niet op deze oudjes moeten stemmen, letterlijk en figuurlijk. Je moet niet op die oudjes stemmen, want die oudjes hebben het land 47 jaar verkwanseld. De een nog meer dan de ander. Met oudjes bedoel je de oude politieke partij met hun mensen? De oude politieke partij met hun oude politici. Ja, oké. Robert? Nou, meneer Kastana, Ja, u kunt zien, voorbeelden zijn er zeker als je kijkt naar de KTPI. Die is op leven na dood. Als je kijkt naar de PL, die is zowat ook dood. Als je kijkt naar de NPS, die als een van de grootste partijen bij de verkiezingen uit de bus kwam, die is ook zowat dood. En ja goed, elke organisatie die heeft in zijn levenscyclus zijn hoogtij en op een gegeven moment zijn mindere tijden en dan een tijd van uitbloeien. Nou, misschien is dat ook het geval op een gegeven moment bij de VHP. Je gaat daar, en dat heb ik volgens mij al een paar keer onder de aandacht gebracht in diverse interviews. Ja. Je gaat moeten zorgen voor een kweekvijver. Je gaat moeten zorgen voor goed en jong leiderschap. En jong leiderschap wil nog niet zeggen dat het een vijand is, want het wordt gedaan voor de partij. Mensen worden eigenlijk op basis van de nieuwe ontwikkelingen, mondiale ontwikkelingen, worden die bijgebracht hoe leiderschap te etaleren. En er zijn verschillende vormen om dat te doen. En wat zien we nog steeds in onze puberale in onze puberale ontwikkeling in Suriname? Dat we gewoon zijn blijven haken. Dus het is nu tijd, ja, dat we daadwerkelijk gaan openstaan voor jonge, nieuwe leiders. Nieuwe, frisse ideeën. Ja. Maar ook dat het volk gaat inzien dat je moet stemmen op partijen, op een partij die met een duidelijke partijprogramma komt, die duidelijk een visie heeft en die met integere mensen gaat werken. Dus ook hier heeft DNA een rol. DNA gaat nu, want als ze hun mond vol hebben van dat ze voor het goede zijn, zou DNA nu wetten moeten aannemen waarin staat, heb je een strafblad, heb je een crimineel verleden of ben je niet deskundig genoeg dat je bepaalde posities niet kunt innemen. Vooral strategische functies in het land, dat je ze niet kunt innemen. En u ziet het in de huidige situatie, ja, want we hadden gehoopt dat het anders zou gaan, maar u merkt dat er een politieke infarct is, ja, doordat er in mijn opzicht twee kabinetten het land regeren. Ja? En we gaan het niet meer onder stoelen en banken schuiven. Het is een feit. De ene leider onderneemt acties en de andere weet het niet. Anderzijds doet de ander iets en de ander bemoeit zich er helemaal niet. Dus je hebt een soort van tweesporig beleid. Alles wat te maken heeft met tweespalt leidt tot onduidelijkheid, leidt tot miscommunicatie. Uiteindelijk zie je de uitspattingen bij de burgerij. Zodra men ziet dat je zwak leiderschap hebt, gaat het volk in deze dus gebruik maken om jouw zwakte verder te ondermijnen. En dat kan leiden tot een politieke val. Ja. Dat moet men wel in gedachten hebben.
etaleer je geen sterk leiderschap, ja, dan zijn dit de consequenties die er zijn. En dit is ook een uitvloeisel, ja, van onvolwassen bestuurlijkheid in het land. Duidelijk. Ja, dan vet om Robert aan te vullen. Kijk, ja. Je ziet ook door die tweespalt, die schisma, die breuk die er eigenlijk heerst in deze coalitie. Hè? Want we zien een partij als NPS bijvoorbeeld, die is het eigenlijk helemaal niet eens met hoe de regering, hoe men nu regeert. Ja. Hè? En die steekt het niet onder stoel of banken. Nou, in een normale situatie zou zo'n partij uit zo'n coalitie stappen. Nee, ja. Maar ze dogen het. Dus dit is het harde bewijs dat de NPS eigenlijk een knoeierspartij is. Een partij is die het volk verlakt. Die iets wat gewoon fout is, gedoogt. Eigenlijk is het een partij van criminelen, zou ik willen zeggen. Want ze zijn voor de gekhouders. Ze houden zichzelf voor de gek. Ze houden hun eigen achterban voor de gek. En ze houden die coalitie die niet in stand gehouden moet worden, houden ze in stand. Nou, we weten dat het niet botert tussen de ABOP en de VHP-leiding. Althans, heel veel leidinggevende binnen de partijen, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Die kunnen elkaar wel in de haren vliegen als ze dat niet al in de achterkamers doen. Dus we zien daar ook een schisma, een spalt, een tweespalt, een breuk. En dan moet je je afvragen, als dit het geval is, wat voor uitstraling heeft dat op het volk? Zie hier het bewijs van die polarisatie. Ja. Suriname is nog nooit zo gepolariseerd geweest. Ik hoor gewoon verhalen waarbij ja, de Hindustanen en de Kriolen tegenover elkaar gaan staan. En ik vind dat niet van deze tijd. Hè? Ja. En nog meer omdat de belofte was geweest aan Bromtje Jari. Ja. Nou, we praten al 47 jaar over die Bromtje Jari. Maar alleen op Brassadé is het dan, we geven elkaar brassas enzovoort. Maar voor de rest van het jaar kunnen we elkaar wel opvreten, lijkt het wel. En ja. Dat is jammer. Ik vind dat partijen als de NPS en zo, die nu het bewijs leveren dat ze gewoon in staat zijn om oplichtend crimineel aan het werk te gaan. En ook partijen als ABOP en de VHP die elkaar niet uitstaan, dat ze dat toch in stand houden. Ik vind dat gewoon tot het volk moet doordringen dat ze voor de gek gehouden moet worden op dit moment. Dus is het belangrijk dat deze leiders, als ik het mis heb, want ik kan het ook mis hebben, hè? Ik zeg niet dat ik hier de evangelie van de politiek heb. Het gaat erom, als ik het mis heb, dan daag ik alle politieke leiders uit, waaronder die van de NPS, om alles wat ik nu zeg te weerleggen. Toon aan dat je principes hebt. Waar zijn die principes? Ik zie ze niet. Waar zit het volk? Nou, als het zo is dat de Hindustan en de Kriool tegenover elkaar staan in de samenleving, dan moet dat opgelost worden. We kunnen het niet aankijken totdat de eerstvolgende Hindustan een Kriolse broeder of zuster door zijn hoofd schiet. Omdat die toevallig een mango uit de boom plukt op zijn erf. Of moet het wel zo ver komen? Ik zie dat. Ik zie dat gevaar loeren. Dus daarom ja. Noem ik het ook. En ik vind dit zo een tekenend voor die 47 jaar politiek wanbeleid. Hè? Ze hebben eerst mekaar voor de gek gehouden in de onderhandelingskamers van 1975. Daarna hebben ze projecten verzonnen die tot geen bal hebben geleid. Vervolgens hebben we een militair bewind gehad. Die wisten ook niet of ze nou links of rechts moesten gaan. Dat was een ideologische drama die zich daar voltrok. Want aan de ene kant waren de Marxisten die dachten dat Suriname een Marxistisch land zou kunnen worden naar het voorbeeld van Cuba. Dat is finaal mislukt, Falikant. Daarna hebben we een rechtsbewind gehad van cocaïnetransporteurs en FIFA-kapitalisme. Dat is ook Falikant mislukt. Althans, bepaalde groepen in de samenleving zijn er wel lekker dik van geworden. Anderen die pinaren nu anno 22. En wat ik eerder zei, die koers is van 1,80 naar 1,32.000 gegaan. En het gaat nog stijgen. Dus van nu is het 32, maar telt hij aan die 3-0 weggehaald. Dus het gaat er gewoon om. Al op al zijn het dezelfde politieke partijen die 47 jaar af en aan de boel hebben zitten verkwanselen. Dus het is echt tijd dat men nu beseft, oud, jong, iedereen die gewoon vandaag luistert of gaat nadenken over de onafhankelijkheid, die zou moeten beseffen dat je niet op de oude voet verder kunt. Duidelijk. Wil je daarmee afronden, Ashwin, Robert? Of had u nog wat aan toe te voegen? Ja, Robert, heb je nog wat aan toe te voegen?
Nou, ik zou zeggen, het is nooit te laat om te leren van onze fouten. Ja. En ik zou zeggen dat we dus met z'n allen nu het tij moeten keren. Dus eigenlijk ook de huidige politici. Leg jouw egoïsme en jouw arrogantie even terzijde. En laten we even met z'n allen kijken hoe we hier verder uit kunnen komen. Want morgen is een dag dat 47 jaar onafhankelijkheid, ja, treurig en voor sommigen met blijdschap gevierd gaat worden. Maar ik denk dat we nog eigenlijk dus nog in die puberale fase zijn blijven hangen. En ja goed, mocht het niet lukken, ja dan is het jammer. En het volk heeft hier eigenlijk ook een dikke vinger in de pap. Is het niet zoals het hoort, kom dan ook als volk op voor je rechten. Ja, dat is wat ik eigenlijk nu wil zeggen. En ja, voor morgen, de mensen die een sober viering hebben, ja, dat is de gepaste manier om het op dit moment te gedenken. Ja, ik denk dat het een bewuste viering moet zijn morgen, Fred. Dus wat je ook doet, hoe je beslist ook om morgen in de schoenen te staan op onafhankelijkheidsdag. Of je nou diaspora bent, dus wonende in Nederland of in Suriname. Het is een moment van groot besef, denk ik. Ja. Dankjewel. Dankjewel Robert, dankjewel Ashwin. En, dankjewel Fred, luisteraars bedankt. En tot gauw weer. Dank, dag, dag. Ja, dag. Dat waren de heren Dr. Ashwin Ramcharan en de heer Dr. Robert Vishudat, lieve mensen. En het is inmiddels 23 minuten over 7. Heel toevallig dat de machine dit nummer uitkiest. Prachtig nummer, in het licht van morgen. Zulm to ye hai, saath zameen ke.